Voor het eerst in 25 jaar is er een voertuig over het spoortraject tussen Kleef en Nijmegen gereden. Op donderdag 1 november reed de zogeheten Railhawk, dat is een veredeld golfkarretje met treinwielen, ongeveer driekwart van het traject. In 2016 werd het overige kwart al gereden. Het doel van de rit was om aan te tonen dat het spoor nog altijd functioneert. Er zijn namelijk plannen om een tramverbinding over het spoor te laten rijden. En hiermee zou het Rijk van Nijmegen de vijfde tramstad van Nederland worden. Zoals een half jaar geleden als primeur bij jullie aangekondigd, zouden wij vandaag op 1 november de eerste rit namens de Nijmeegse Spoorwegmaatschappij gaan uitvoeren. We zijn vandaag bijzonder blij dat het gelukt is om dit te gaan realiseren. En hebben ook in samenwerking met Grensland Drezine toestemming gekregen om helemaal naar Kleef toe te rijden. Later deze dag, en wellicht is dat ook nog leuk voor jullie om te filmen, gaan we ook nog rijden richting Malden. Maar voor nu hebben we eerst een internationale rit met de Nijmeegse Spoorwegmaatschappij richting Kleef. Er lijkt een groot draagvlak te zijn voor de reactivering van het stuk spoor. Niet alleen burgers, maar ook politieke partijen, vakbonden en de Radboud Universiteit zien de verbinding graag gerealiseerd worden. De provinciale statenverkiezingen van 2019 zullen wellicht meer duidelijkheid bieden.